Hoi, 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 hoi. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van ons boerenleven. Deze keer samenvatting van het afgelopen jaar. En uiteraard zijn we ook dit seizoen weer begonnen met de voorbereidingen voor de teelt. We hebben dit jaar ook al een aantal nieuwe dingen voorbij zien komen. Wat machines aangeschaft, een aantal demo's gehad op ons bedrijf.
niet alles ging altijd even goed. Er gingen wel eens dingen kapot. Of we hadden wel eens wat waterschade. Ja, dat hoort er helaas ook bij. Alle slangen zijn losgekomen en verwaaid. En er ligt bijna niks meer op zijn plek. Toen kregen we in dat weekend een bui van 40 mm op ons kop. Ja, dat is ook niet handig. Er staat niet veel sigrij. Dus je hebt wel eens dat het niet helemaal mee zit. Soms dan gaat alles gewoon mis, wat dat er mis kan gaan. En dan heb je een perceel wat gewoon mislukt. Nou, het is niet meer te zien dat er hier nou een perceel met sigrij / onkruid heeft gestaan. Het perceel was ietsje langer dan dat we slang hadden, dus dat we sleutelen. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Je kan een hele planning maken van wat je wil gaan doen qua werk. Maar als je machines dan tegenwerken, ja, dan heb je ineens een hele andere planning. De verbindingspijl is gebroken, uitgescheurd van de mat. Dus dat was sleutelen. Al met al is het een heel mooi jaar geweest. Een druk jaar, maar ja, elk jaar is druk bij ons. Vond je het een leuk filmpje? Duimpje omhoog. Vind je het een leuk kanaal? Ik zou zeggen abonneer. En sowieso iedereen heel erg bedankt voor het kijken van het afgelopen jaar. Tot de volgende. Hoi.